brush, F 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 Hij leidt me volgens mij echt af. Wacht. We hebben de freaking 1700 abonnees. Oh my freaking... Oh my god. Mensen, ik ben jullie zo erg dankbaar. Oh my god, we hebben gewoon 1700 mensen die op mij geabonneerd zijn. Dus die op gewoon een button hebben geklikt op YouTube. Echt super insane. Echt, echt, ik ben jullie zo dankbaar. Ook degene jij die nu deze video kijkt. Echt, ik ben je zo dankbaar. Ook ondanks dat dit een serie is die niet zoveel weergaves krijgt. Maar ik ben je heel erg dankbaar en... Als je afvraagt wat voor serie dit is, dat stond net in beeld toen ik de video begon. Maar, oh my god mensen, ik ben zo echt enorm, dit heb ik serieus nooit verwacht. Zo hoog, 1700 abonnees. Oh my god, en de mensen zijn helemaal om me heen. En voor de mensen die de serie volgen, super tof trouwens dat je de serie volgt. Ik heb een... nieuw karakter en een nieuwe jas. Ik heb dit even in mijn vrije tijd gespeeld omdat ik het een hartstikke leuke game vind. En ik hoop dat we deze keer er iets van gaan maken. Ik weet, er praat iedereen door elkaar heen. Maar ja, we gaan het zien. Ik moet dus even uitvinden hoe ik het kan uitzetten. Maar meestal moeten we een beetje hier bij Polish Key moeten we eruit gaan springen. Dat is een beetje het midden van de map en de cirkel komt altijd een beetje het midden van de map. Dus zit je altijd veilig in. Dus we moeten er nu gaan uitspringen. En we gaan het... Wow, ik hoorde ze nog helemaal buiten praten. Of hij is bij mij in de buurt aan het vliegen. Die praten. Er moet altijd zo'n druk dorpje in als we actie willen in de video. En dat doen we natuurlijk. Dus we gaan een druk dorpje in zo snel mogelijk. Ik lijk echt op zo'n GTA karakter. Michael volgens mij als ik het goed heb. Of ik volgens mij heb ik het niet goed. Als ik het goed heb dan heb ik het goed. Maar ja het zal wel. Maar in ieder geval een van die GTA karakters. Daar vind ik mezelf echt op lijken. En waarom pak ik een shotgun? Oh hij past dus blijkbaar wel. Nou ik zag dat er iemand bij mij in de buurt was. Dus ik moet best wel uitkijken. Ik moet geconcentreerd zijn. Dus als ik dus af en toe... Oh my god. Ik had hem bijna... Ik zag hem neervallen. Wat jammer nou. Subscribe on Gino Rage Gang. Fresh, F press, 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 5 keer schieten om hem dood te hebben. Dus ik had hem maar nog 6 keer moeten schieten. Ik moest gewoon op een hoekje staan of zo. Goed hoekje. En dan had ik hem. Of ja, hij had gewoon geluk. Nou ja, geluk. Een M4. Hij had niet geluk. Gewoon een M4 is beter dan een gewoon pistooltje. Dat, als je mensen ervaring hebben met geweren, dan snappen ze mij. Ja, ik zie hier energy drank. Dan kan je beter schieten. Voor de mensen die het nog niet weten in het spel willen kopen. Het is echt een gaaf spel. Maar ja, of dit is de uitleg voor de mensen die een beetje het spel willen snappen. Energy drank, dan kan je beter schieten. En dan kan je harder rennen. En waarom... Vind ik nou weer geen wapens. Kijk, die scope moet ik wel altijd even meenemen. Als we een wapen vinden. Wat is dit? Een lelijke badkamer. En voor de mensen. Ik kreeg een reactie van. Yo, je moet een betere PC kopen om dit te spelen. Nou ja, kijk, ik vind het fijner om alles op low te gaan spelen. Niet dat ik dan lag heb, maar een of andere manier wordt je dan beter en ik ben al beschoten. Oh shit. Nee, dit is zo oneerlijk. Waarom moet ik altijd in mijn opnames doodgaan? Altijd, echt waar? Al. Oké, het volgende potje ga ik gewoon geconcentreerd zijn en dan ga ik gewoon heel weinig praten tegen jullie. Dus verwacht dat sowieso. Ik lijk echt naar zo'n Spider-Man iemand. Nou ja, niks. Dit is nog te doen. Kijk, die gooien we even. Als ik hem mag pakken. Die gooien we voor de grap even daarheen. Mag ik? Dank je. Beetje afleiding. Oh, kijk, ik heb niks gezegd. We hebben wat. Oké, zijn er mensen?
Want dit is altijd een van die goede plekjes. Vind ik meestal, ja, moet ik eigenlijk niet zeggen, want dan ga ik dood. Want ik ga wel even een vet petje opzetten. Kijk, nu zie ik er wel echt gangster uit hoor, moet ik zeggen. Een healing. Oh kijk, er rijdt een auto. Wacht. Zullen we die gaan killen? Zullen we het gaan wagen? We gaan het wagen. Ik denk dat ik andersom moet gaan lopen, want... Ik ga hem killen. Als dat lukt hoor, of hij rijdt weg. Hij rijdt weg. Wat jammer nou. Is de cirkel al? Oeh, we zitten vrij buiten de cirkel, dus we moeten een auto gaan. Volgens mij heeft hij mij doorgehad. Hij lijkt me volgens mij echt af. Wacht. Ik schrok hem serieus. Dat heb ik verder eens nooit, maar gelukkig heb ik die gast. Gas komt er nu aan, sowieso. Hij komt sowieso nu. Ik ben echt bang aan het worden. Ik ben nu serieus echt verder gaan zoeken. De cirkel is er nog niet. Ja, de cirkel is wel, maar die radiation gebeuren. Een soort van radiation is er nog niet echt. Dus het tas moeten we zeker hebben. Wat is dit voor kogel? Het is niet voor mijn wapen geschikt. Ja, ik moet nog ook even wennen. We hebben ook een pistool even moeten meenemen. Voor de zekerheid. Maar ik was hartstikke dood geweest als ik... Oh my god. Dat was wel een beetje een faalactie, man. Hij ging op zijn hoekje staan omdat zijn kogels op waren. Of hij moest reloaden. Wow, dit leek net een bezoeker aan die schaduw, maar... Ik wist dat ze het niet in de game hebben, maar ja, je weet maar nooit. Hè. Ik kwam ook soms van die rare wapens tegen die ik nog nooit heb gezien in de game. Dus ja, je weet maar nooit hè, dat ze verstopt zitten. Oké, een nieuw healing dingetje. Kijk, 200%. Dat is wel handig. Kijk, die is ook wel fijn. Nou, dit hebben we onderzoekt. Gaan we naar de volgende kamer. Ik moet echt een auto hebben. Maar we zitten op zich wel dicht bij de cirkel. Dus ja, als we het goed op tijd dekken dat hij van start gaat, dan ja. Nee, ik ga weer helemaal dommer worden. Dan zeg ik altijd ja, dan ja. Maar dan kunnen we de cirkel houden. Dan kunnen we niet doodgaan door de radiation gebeuren. Kijk, lekker Red Bull drinken. Volgens mij wordt dat echt gesponsord door Red Bull.
jongen, jongen, jongen. Die geheime sneaky reclame allemaal. Hè? Is, je koopt een game en daar zit gewoon reclame verstopt. Ik koop geen reclame. Ja, blijkbaar. Ik koop het wel, maar ja, ik wil het niet kopen. Maar ja, het is niet anders, hè. Zo doen ze het wel tegenwoordig, maar zo draait er dan geld om. Ik wil graag met dit wapen schieten, maar deze heeft mij nog 10 kogels. Dus dat is heel vervelend. Ik hoop dat er op dit dak nog een beetje wat redelijke wapentjes liggen. Nou ja, dat moest ik eigenlijk niet zeggen, want... Nou, hier is helemaal niks. Kijk, als er mensen zijn... Het dak. Helemaal niks. Ik denk dat we naar beneden moeten... Ik pak deze wel uit mijn hand. Ik weet dat deze andere wapen meer damage geeft. Maar ik heb te weinig kogels om daar iemand mee neer te halen. Dat vind ik, dus ja, anders ga ik hartstikke dood. En dan ben ik in shock. Ja, ik denk dat we eerst nog even een ander huisje moeten looten. Want, oh, de cirkel is al bezig. Kijk, die kant moeten op om naar de cirkel te gaan. Nou, laten we anders naar de cirkel gaan. Want de cirkel, of de radiation cirkel is al bezig. Dus ja, we hebben zeg maar echt nu wel een slechte kans. Maar ja, ik wil niet doodgaan. Dus ja, we moeten wel. En ik hoop dat we daar dan iemand vinden. Of ja, iemand vinden. Ja, dat en dan doodknallen. Maar een huisje vinden om daar betere wapens te krijgen. Dus ik hoop dat we geluk hebben. Ik zie hier een schuurtje. Maar dat, daar is sowieso geloot. Dat weet ik nu al. Als dat niet zo is. Maar ja, ik ga altijd kijken. Dit is hier helemaal niks, man. Oh kijk, dat is wel een beter helmetje. Paintkiller. Paintkiller. Dat is toch een paint is kleuren en dan killer. Dus volgens mij is het een pijnstiller. Maar ja, paint is schilderen. En ja, killer is voor als je pijn hebt in het Engels. Pijnstiller. Maar ja, we gaan nu echt vol die bombardement radiation af. We moeten die kant op. En ik, als je op X drukt voor de mensen, dan haal je wapen weg. En dan ren je sneller. Ik zie daar mensen al in me schieten. Dus ik hoop ze een beetje kunnen zien. Ik dan, dit ziet er wel stoer uit, hè. Echt zo'n harnas. Zo'n lasharnas, maar ja, het lijkt echt zo'n ridderharnas. Ik ben echt bang dat een van die shooters... Ja, kijk. Ik ga hem killen. Oh, nee. Waarom ben ik zo schil... Dat moest ik eigenlijk niet doen, maar ja. Hij heeft me gezien. Nu moet ik echt vluchten. Nu moet ik echt vluchten. Hier, hij komt gewoon ook naar me toe ook, hè. Klootzak. Sorry als ik schreeuw, maar ja. Hij heeft me sowieso gezien. Ah, zie, dat bedoel ik al. Weet je hoe ver? Weet je hoe ver, man? Ah, dat is naar. Oh, man, help. Oh, man, help. Help. Ik moet nog één shot en ik ben hartstikke dood. Ah, ik zit niet lekker op mijn stoeltje. Kijk, ik moet me even healen. Ja, ik geen gewoon geen schijf van kans en daar komt de border al. Jeep. Rip. Oké, ik ben er wel bijna uit, moet ik zeggen. Ja, hij gaat nu al over me heen. Help me, dan ga ik dood. Maar we zijn bijna uit de border. En die gast die komt daaruit. Uit de border. Zeg maar. Ik weet niet als ik het goed zeg. Maar daar komt hij dus uit. Dus ja, we kunnen hem killen als we hier een mooi wapentje kunnen vinden.
Oh ja, dit huis zit precies niet in de border. Dus we moeten even iets verder. Nou, dat is vervelend. We moeten even een van die huizen looten. Ik hoop dat er redelijk stuff in zit. Nou ja, deze huis is er ook weer niet in de border. En waarom loop ik eigenlijk zonder een wapentje? Ja, kijk, ik ben eruit. Heerlijk. Ah, ik denk dat ik... We moeten even gaan healen. Healen. Zo. En dan... Hoor ik iemand schieten. Heel vervelend hier. Ook helemaal niks, hè. Dan moet ik altijd die pech hebben in die opnames. Ik doe even... Mijn andere beeldscherm geluid. Of geluid. Ja, ik ben toch geconcentreerd. Dan ga ik allemaal raar praten. Maar... Oké. Oké, dit is wel een beter helmetje, denk ik. Ja, dat zeggen ze. Dus ja, dat neem ik ook aan dan. Ik ben op zich al sterk verkleed. Heb ik nou serieus die gedropt? Want die had meer kogels. Volgens mij hoor. Het zal wel. Even me weer healen. Nog een keer. Oh, de border wordt kleiner. Rip. Rip. Echt waar, dit is lastig. Ik ben 35 levende, maar straks niet meer hoor. Maar ik heb zo slechte chips. Dat is heel vervelend dit. Wacht, we gaan dat huis looten, want... De border die gaat bijna, maar... We zitten bijna weer in onze border. Zeg maar, ja, radiation. Ik praat echt nu heel... Oké, ik ben wel stil. Hier is helemaal niks weer. Hè. Echt. Helemaal niks. Sowieso dat mensen mij zien. Dit is allemaal weer geloot, hè. Ik hoor een auto. Ik heb echt het gevoel dat hij komt. Ja, allemaal leuk, allemaal. Maar ik wil graag... Oh ja, dit plekje herken ik nog. Dat was in de livestream, zat ik even goed te shooten. Kia heeft zijn auto hier stilgezet voor mij, hoor. Want ik hoorde zijn motor uitgaan. Hij heeft me sowieso gezien. Hij ging die boerderij in. Hij gaat me sowieso killen. Als hij mij niet ziet, jongens. Hij ziet mij gewoon niet. Kijk, waarom doe ik het zo? Hij had sowieso betere wapens. Ah, dit is naar. Ik heb het ook nog op Twitter vermeld. Ik ga constant dood. En dit stond de hele tijd in beeld. Maar dat maakt niet uit. Ik beweeg nu met mijn webcam. Maar ja, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. En misschien wel met jullie. Misschien kijk je dit wel met meerdere. Ja, ik wil gewoon... Ja, gewoon echt zo bedankt voor de 1700 abonnees. 17 abonnees. 1700. We zitten al bijna weer op de 800. En ik kijk wel even in de cam. Ja, dat is beter. Maar oh my god, dat is zo insane. En ja... Ik weet niet als je deze video helemaal afkijkt. Maar laat even in de reacties weten wat voor speciale video ik moet maken voor de 17 abonnees. Want daar zit ik nog te kijken. Want ik had ook dat op Twitter gezegd. En mensen zeiden ja, ga in real life dingen doen. Nou, ik heb een game kanaal en ik zie er zo net wakker uit. Ja, ik ben net wakker. Ik neem dit op een zondag en in de ochtend op. Nou ja, begin middag. Omdat ik lekker heb uitgeslapen. Natuurlijk kan het op zondag. Maar laat het weten wat ik als game shit kan doen. Ja, giveaways. Dat kan op zich ook.
Maar we gaan gewoon iets origineel, want ik heb giveaways zo vaak al gedaan. Dus laat het weten en dan zou ik zeggen, tot bij weer een nieuwe video hier op Gino with Games.